Het ministerie van Defensie heeft vandaag de unit Meldpunt Molest op de werkvloer gelanceerd. Minister Krishna Mathura zegt dat het meldpunt belangrijk is omdat molest een inbreuk is op de veiligheid en de vrijheid van een persoon. Medewerkers van Defensie die molest ervaren kunnen nu hun beklag doen bij dit meldpunt. Mathura zegt dat er diverse vormen van molest zijn. Het is in elk geval elke vorm van ongewenst gedrag. Avances, voorstellen, gunsten, seksuele gunsten, verbaal, fysieke aantijgingen, aanrakingen, alles valt er. Maar het heeft ook te maken met laster, smaad, pesterijen, discriminatie. Wat wij willen bij Defensie, en Defensie heeft een hermissie, wij beschermen Suriname. En wij bieden hulp daarvan noodzakelijk. Dus dit past helemaal in onze missie. Wij beschermen niet in Suriname, want wij hebben een plicht ook om te beschermen tegen molest. Alvast. Het tweede is dat we vandaag een signaal willen geven. Dat voor ons medewerkers de belangrijkste hulpbron zijn. Zonder medewerkers, geen resultaten, geen organisatie en geen doelen die we kunnen realiseren. Voor dit project zijn er folders ontwikkeld met het opschrift Defensie beschermt ook tegen molest. Hiermee wil het ministerie ook op andere werkplekken de bewustwording op gang brengen. Mathura zegt dat met dit project Defensie niet alleen de slachtoffers wil ondersteunen, maar ook de plegers. Hun bewust maken dat dat gedrag achterwege gelaten moet worden. En dat het niet past in een sterke defensieorganisatie. Ja. En misschien wisten ze het niet, daarom hebben we een folder ontwikkeld om iedereen bewust te maken. Want wanneer we weten dat iets een probleem is, wanneer we weten dat mensen in de organisatie er schade aan ondervinden, dat dit de sfeer op de werkvloer verpest, dan moeten we optreden als leidinggever. En wij hebben niet stilgestaan, we hebben direct gezegd, we gaan optreden en we gaan actie ondernemen. En die actie is natuurlijk beleid ontwikkelen. En dat hebben we gemaakt. En dat gaan we ook vastleggen in wettelijke regelingen, in regels, in voorschriften van de minister van Defensie. Dwars door de hele organisatie. Minister Krishna Mathura van Defensie. Ze heeft samen met minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdbeleid het meldpunt molest op de werkvloer in gebruik genomen. Defensie heeft 3 vertrouwenspersonen aangesteld om de klachten te onderzoeken.